Amsterdam, y'a des marins qui dansent, en se frottant la panse, sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent, comme des soleils crachés, sur le son déchiré d'un accordéon rance. Ils s'étendent le cou, pour mieux entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup, l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le gargare fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et reboivent en bois. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg et d'ailleurs, enfin, ils boivent. Goedemorgen, professor dokter Jolande Pijnburg. Ja. Laat ik het goed doen. Helemaal goed. Ik zit in Amsterdam VUMC, locatie VUMC. Klopt. Dat is al een hele kunst voor mij dat ik het goed doe, want normaal moet ik dat altijd een aantal keer opnemen. We gaan het over hebben over dementie, Alzheimer. We gaan straks eigenlijk toespitsen op Alzheimer op jonge leeftijd. Want we koppelen dementie altijd aan aan leeftijd. En dat is niet dat klopt niet helemaal, denk ik, hè? Nee, het klopt voor een groot gedeelte wel. Ja? Maar het is niet het enige. Ja. Hoe ontstaat dementie? Nou, ik denk dat we beter eerst kunnen zeggen, wat is dementie? Ja. Want dementie is eigenlijk gewoon een heel beschrijvende term, hè, waarmee je uitlegt dat iemand die vroeger wel gewoon voor zichzelf kon zorgen, zijn eigen boontjes kon doppen, een beroep kon uitoefenen, dat nu niet meer kan. Ja. Doordat hij stoornissen heeft in het, wat we dan zeggen, het cognitief functioneren, ja, maar bijvoorbeeld ook in het gedrag. En dan hebben we het bijvoorbeeld niet over mensen die dat nooit gekund hebben. Hè, maar het gaat over mensen die dat eerst wel konden. Ja. En nu niet meer. Doordat ze een hersenziekte hebben. Niet aangeboren hersenafwijkingen. Ja, we spreken niet van niet aangeboren hersenletsel. Oh. Want die term gebruiken we eigenlijk meer voor mensen die in één klap hun functies kwijt zijn. Bijvoorbeeld, ja, door een ongeval. Ja. Bij dementie gaat het eigenlijk altijd heel geleidelijk. Over vele jaren heen. Ja. En dat is ook meteen een antwoord op jouw vraag van hoe ontstaat het dan? Eigenlijk is het zo dat dementie, dat beeld wat je aan mensen kan zien, van hé, hey, er gaat van alles mis op het gebied van de cognitie en het gedrag, dat wordt veroorzaakt door een ziekte. En dat kunnen meerdere ziektes zijn. Het is eigenlijk een verzamelnaam. Een verzamelnaam voor meerdere ziektes die, ja, in de hersenen zitten. Ja. En die daar een stukje van de hersenen langzaam kapot maken, waardoor je steeds minder kan. Ja. En de grootste boosdoener van al die ziektes is de ziekte van Alzheimer. Ja. Dus de ziekte van Alzheimer, dat is een ziekte die meer dan 100 jaar geleden voor het eerst beschreven is door een arts. Die heette natuurlijk Alzheimer. Ja. En die had een patiënt. En in die tijd werden mensen nog heel erg lang opgenomen in het ziekenhuis, wel meer dan een jaar. En het was een 52-jarige vrouw. En zij was eigenlijk nou, heel erg jaloers geworden op haar man, want ze verdacht hem van allerlei handelingen met andere vrouwen. Ja. Maar ze kon ook niet meer goed praten, niet meer goed denken, niet meer goed handelen. Bijvoorbeeld zich aankleden. En Alzheimer heeft haar heel nauwkeurig bestudeerd. Ze ging steeds verder achteruit. Ze had ook allerlei psychiatrische verschijnselen, heel achterdochtig. En op een gegeven moment is zij overleden in dat ziekenhuis en heeft Alzheimer haar hersenen mogen onderzoeken. En hij heeft eigenlijk als eerste, ja, een neuroloog onderzocht wat er nou in die hersenen gebeurde. Ja. En daar zag hij de zogenaamde plaques en de zogenaamde tangles. De plaques werden gevormd door het eiwit amyloïd, een soort neergeslagen eiwitklontjes. Ja. En de tangles, dat waren klungeltjes van zenuwuitlopers die niet meer goed met elkaar konden praten. Normaal praten zenuwuitlopers. En dat is kenmerkend voor Alzheimer. Ja, als je dat vindt in de hersenen, dan heb je de ziekte van Alzheimer. En nu, anno 2022, is het nog steeds de plaques en de tangles samen die ervoor zorgen dat de neuropatholoog zegt, dit is de ziekte van Alzheimer. En hoe kunnen ze dat ontdekken? Bloedonderzoek? Dat is een hele goeie, want nu hebben we het erover hoe kan je het vaststellen na de dood in de hersenen. Ja. Nou, en dat kan natuurlijk niet bij levende patiënten. Nee. En op dit moment kunnen we dat vaststellen met hersenvochtonderzoek
of met een speciale scan, ja, waarmee we dat amyloïde eiwit in beeld kunnen brengen. En ja, we kunnen naar de eiwitconcentraties in het hersenvocht kijken. En op dit moment zitten we in een hele spannende ontwikkeling dat je die concentraties van die eiwitten ook in het bloed kunt meten. Ja. Dus we gaan heel langzamerhand richting een verschuiving dat het met bloedonderzoek wellicht ook vast te stellen zou zijn. Ja. En dat is iets wat nog op veel grotere schaal onderzocht moet worden. Ja. Maar dat is natuurlijk fantastisch dat je uiteindelijk met een bloedtest kan zeggen wat er in je hersenen aan het gebeuren is. Ja. Ja. Maar eigenlijk de ontwikkeling, eigenlijk het bekend worden van dementie, Alzheimer, is eigenlijk nog, er zijn nog zoveel vragen eigenlijk daarover. Ja. Ook over het ontstaan, denk ik. Want is het erfelijk? Nou, dus als we het hebben over de ziekte van Alzheimer, en daarom wordt het altijd gezien, dementie, als een ziekte van de oudere mens. Ja. Daarvan weten we dat hoe ouder je wordt, hoe groter de kans is dat je het krijgt. Ja. Dus het is bijna zo, net niet helemaal zo, dat als je maar oud genoeg wordt, dan krijg je het wel. Ja, dus van de mensen van 90 jaar en ouder is het bijna 50% die lijdt aan de ziekte van Alzheimer of misschien toch ook nog wel. Daar heb ik even een vraag over. Ja. Heeft dat te maken met het inactief worden van mensen? Nou, dat kan je niet zomaar zeggen, nee? Want die ziekte die ontstaat al zeker 20 jaar voordat je echt die klinische verschijnselen krijgt. Ja. En dus als je bijvoorbeeld op je 70ste Alzheimer krijgt, hè, die dementieverschijnselen, dan ben je waarschijnlijk op je 50ste al begonnen met die ziekte in je hoofd, zonder dat je daar erg in had. Terwijl je op je 50ste waarschijnlijk nog hartstikke actief was. Ja. Dus dat kunnen we niet zomaar zeggen. We weten wel heel in het algemeen dat leefstijl invloed heeft op het krijgen van dementie. Ja. En inactiviteit is een niet gunstige factor daarvoor. Okay. Heeft het alleen met bewegen te maken of ook met voedsel? Nou, we denken dat het eigenlijk een combinatie van een heleboel factoren is, hè? Dus zowel bewegen, voeding. Wat voor voeding dan? Nou, het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je dus die essentiële vetzuren, hè, dus de visolieachtige vetzuren, dat je die tot je neemt. Hè, en verder zullen er ongetwijfeld nog allerlei dingen in de voeding zitten waarvan we het nog niet eens weten, die goed of slecht zijn. Ja. Maar het is ook weer niet zo dat je kan zeggen van, nou ja, als je maar genoeg vitamine B zus of zo eet, dan krijg je het niet. Nee. Dus er zijn factoren die bijdragen aan het risico, maar die nooit de hele oplossing zijn. Nee. Dat is een beetje het punt. Maar als we weer teruggaan naar die oudere leeftijd, hè, dus verouderingsmechanismen, bijvoorbeeld slechtere kwaliteit van je bloedvaten, hoge bloeddruk, suikerziekte, die spelen ook mee in het ontstaan van die dementie op oude leeftijd. Ja. En we zien dat mensen met een hoge leeftijd en dementie, die hebben vaak niet alleen maar die pure Alzheimer in hun hersenen, maar ook allerlei tekenen van veroudering. En samen maakt dat een soort optelsommetje en krijg je die dementie. Ja, ja. En erfelijkheid? Nou, erfelijkheid speelt dan. Want als je in een ziekenhuis komt, de vraag is van, is er in jouw familie? Ja, nou, dus erfelijkheid is een belangrijke vraag. Wat bedoel je daar nou precies onder? Hè? Wat versta je daar nou precies onder? Want je hebt mensen die een bepaalde afwijking in één gen hebben, in één erfelijke factor hebben. Dat is een mutatie. Ja. En die heeft 50% kans om over te erven van vader op zoon, of van vader op dochter, moeder op zoon of dochter. Als je dat wil onderzoeken, dan is dat ongeveer bij 1% van alle mensen met de ziekte van Alzheimer aanwezig. Ja, dus dat valt ook wel mee eigenlijk, erfelijkheid. Ja, maar het is wel zo dat hoe jonger je bent, hoe groter de kans is dat zo'n erfelijke factor een rol speelt. Ja. He, dus als je bijvoorbeeld onder de 55 bent en je krijgt de ziekte van Alzheimer, dan heb je relatief meer dan 1% kans dat er ook echt een mutatie wordt gevonden. Ja. Maar het is in het algemeen zo dat voor het krijgen van dementie is een samenspel van omgevingsfactoren en erfelijke factoren wat tot die dementie leidt. En je kan ook risicogenen hebben. En dat zijn genen die wel een beetje bijdragen aan het risico, maar niet een absolute garantie geven dat je de ziekte wel of niet krijgt. En op dit moment kunnen we het alleen nog vertragen? Nou, de vraag is of we het kunnen vertragen. We hebben geen medicijnen waarmee we het kunnen vertragen. We hebben alleen leefstijl waarmee we de komst van de Alzheimer kunnen vertragen. Ja. Ja. Maar als je nu leest dat het vrij laat ontdekt wordt, daar zijn we het over eens. Ja. Wat voor belang heb je dan om 20 jaar geleden te weten dat
dat wellicht bij jou voorkomt, als er toch niks aan te doen is? Ja, nou, dus wat de allerbelangrijkste vraag is die we altijd stellen, hè, wat wij hier in het Alzheimer Centrum Amsterdam aan het doen zijn, is te proberen manieren te ontdekken hoe we zo vroeg mogelijk de diagnose kunnen stellen. Ja. Hoe we zo vroeg mogelijk zeker kunnen weten dat iemand de ziekte van Alzheimer in zijn hersenen heeft. Want die dementie waar ik het over had, dat is eigenlijk een eindstadium van een ziekte. Ja. Die Alzheimer begint 20 jaar geleden. Je merkt niks. Ondertussen gaat het amyloïd en die tangles zich vormen in meerdere hersengebieden. Dat breidt zich echt over je hersenen uit. Ja. En dan op een gegeven moment krijg jij de eerste geheugenklachten. Dan denk je in het begin nog, nou, de buurman heeft het ook en het zal de leeftijd wel zijn. Of ik heb een beetje te hard gewerkt. Ja. En dat gaat dan zo door. Ja. En dan zien we dat of mensen zelf aan de bel trekken van, ja, ik heb nu echt zorgwekkende geheugenklachten. Of de omgeving trekt aan de bel. Hè, van mama begint toch wel heel veel te vergeten en stuurt steeds dezelfde berichtjes. Nou, dan gaat het door. En dan uiteindelijk, na meerdere jaren, krijg je dan echt die dementie. Ja. Hè, waarin mensen echt niet meer kunnen autorijden of koken. Maar laat je kan het beïnvloeden. Dat is een eindstadium. Ja, maar je en kan dan is de vraag, wat heb je eraan om die diagnose vroeg te stellen als je er toch niks aan kan doen? En dan is ons antwoord, wij zijn natuurlijk ook bezig met de ontwikkeling van medicijnen. Ja. Stel je voor, we ontdekken een medicijn, maar we kunnen die Alzheimer pas vaststellen als je al dement bent. Wat hebben we dan aan dat medicijn? Want dan is er al een heleboel van je hersencellen afgestorven. Ja. En dus wat wij eigenlijk willen, is tegelijkertijd werken aan een vroege diagnose en aan een therapie. Want natuurlijk snapt iedereen dat als je het wil behandelen, dat je er dan vroeg bij moet zijn. Ja. Want ben je erbij in het dementiestadium, dan ben je eigenlijk in het eindstadium van de ziekte. Maar ik kan me ook voorstellen, u zei toen straks, van er zijn verschillende factoren die meespelen. Ja. En dat je probeert, als je het heel vroeg kan signaleren, dat je dan zegt, ik probeer één aspect eruit te trekken en daar wat aan te doen. Als bijvoorbeeld diabetes, is dat invloed dat je zegt, ik ga diabetes aanpakken. In ieder geval dat daar dat die niet mee gaat werken aan dementie. Precies, dus eigenlijk is het zo dat, dat bij de dementie, diagnostiek wat we hier doen in het Alzheimer Centrum, er zijn natuurlijk altijd mensen die daar hun schouders bij ophalen of hun wenkbrauw optrekken en die zeggen, zijn jullie wel goed bezig? Willen we dat allemaal wel weten? He, dat we een beginstadium of een voorstadium van dementie hebben. En terwijl je er helemaal niks aan kan doen. Waarom zouden mensen dat dan allemaal willen weten? Nou, daarom. Nou, in de eerste plaats denk ik, mensen komen hier zelf. He, dus mensen komen natuurlijk niet omdat ze het niet willen weten. Als ze hier komen, dan willen ze het natuurlijk weten. Ja. En de mensen die niet willen weten, die blijven thuis. Wat willen mensen weten? Die willen weten, hoe ziet mijn toekomst eruit? En wat kan ik eraan doen? En is het erfelijk? Dat zijn de drie belangrijkste vragen die mensen hier stellen. Ja. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Mensen hebben vaak een enorm schrikbeeld bij dementie. Ja. Omdat ze een oma of een moeder hebben of iemand in de nabijheid die het heeft of heeft gehad. En al die mensen die denken, nou zo wil ik niet worden. Nee. Ik wil niet dat mij dat overkomt. Soms zeggen mensen ook, als dat mij gaat overkomen, dan wil ik euthanasie. Ik ga nu bezig met mijn verklaring. En soms kun je mensen ook heel erg geruststellen, omdat ze bijvoorbeeld, daar komen we misschien straks nog op, een andere vorm van dementie hebben. En dat bij die vorm van dementie helemaal niet het beeld is dat je je kinderen niet meer herkent. Of dat je met je... Dat onderscheid kunnen jullie echt maken? Ja, wij weten, er zijn verschillende ziektes die tot dementie kunnen leiden. En sommige ziektes die leiden helemaal niet tot dat je je kinderen niet meer kan herkennen. Hm. En dat schrikbeeld kunnen we dan van die mensen wegnemen. Ja. En dan kunnen we zeggen, jouw toekomst komt er globaal zo uit te zien, maar niet zo. We kunnen natuurlijk niet in detail. Waar kunnen jullie dat uithalen dan? Kunnen jullie dat achterhalen dan? Dat iemand die vormen van dementie heeft? Dus we kunnen dus met die testen van de eiwitten in het hersenvocht, met de hersenscans, met het neuropsychologisch onderzoek, kunnen we eigenlijk aan de buitenkant ongeveer vaststellen wat er in de binnenkant van de hersenen aan de hand moet zijn. En dan hebben we het over de ziekte van Alzheimer, maar ook over andere vormen van dementie. Bijvoorbeeld frontotemporale dementie. Dat is eigenlijk de tweede oorzaak van dementie op jongere leeftijd. Maar als we nog heel even terugkomen op de vragen die mensen stellen. Want mensen vragen, hoe ziet mijn toekomst eruit? En dat is niet alleen belangrijk om dat beeld voor je te zien, maar ook, hoe kunnen mensen jou begeleiden? Wat kan de huisarts verwachten? Wat kan de case manager? Wat kunnen jouw naasten verwachten? Dan is een tweede vraag, wat kan ik eraan doen?
En dan geven wij toch vaak het antwoord, ja, leefstijl. En dat, daarvan weten we lang nog niet alles en het is ook lang nog niet allemaal bewezen. Maar natuurlijk is bewegen, sociaal actief blijven, goede voeding nemen, een mediterraan dieet. Ja. Dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste adviezen. En dan ten derde is de vraag, is het erfelijk? Krijg ik het ook? En dan zeggen we, nou, vertel ons hoe je familie eruit ziet. Wie hebben allemaal dementie gehad? Op welke leeftijd? Wat voor vorm van dementie? Ja. En als mensen heel jong zijn, kunnen we de persoon met de dementie kunnen we testen. We gaan geen mensen testen die alleen maar bang zijn dat ze dementie gaan krijgen omdat hun moeder het heeft. Maar die moeder die kunnen we testen om te kijken of dat een erfelijke factor is. Ja. Of als op basis van het verhaal het heel onwaarschijnlijk is dat het echt erfelijk is, dan kunnen we zeggen, ja, u heeft geen extreem verhoogd risico op die dementie. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste vragen waar mensen hiermee komen. Ja. Ja. Ik las ook dat dementie in de winter grotere gevolgen heeft dan in de zomermaanden. En wat bedoel je met gevolgen? Nou, dat gevolgen dat mensen het meer voelen. Ja, dat lijkt me wel. Dus de namiddag, dat mensen toch moeten proberen in de namiddag een beetje fris te blijven. Ja. Ja. Actief te blijven. Ja, je hebt mensen met dementie in het algemeen, spreek ik dan hoor, het zal niet voor iedereen gelden. Nee. Maar die kunnen soms ook heel gevoelig zijn, net zoals mensen met depressie, voor dat sundowning. Dus dat het licht, het wordt donker om 5:00, 4:30. En dan raken ze soms ook een beetje warrig. En het is ook wel nuttig om dan bijvoorbeeld gewoon daglicht, onnatuurlijk daglicht in je huis aan te brengen. Zodat mensen toch wat actiever en helderder blijven. Ja. We gaan nu even naar, u bent hoogleraar geworden? Ja. U bent één hoogleraar, hè? Op dit vakgebied, hè? Op dit vakgebied wel, ja. Dat vind ik zo bijzonder. Ja. Vindt u niet? Ik vind het heel fijn dat ik op dit gebied hoogleraar mag zijn. Omdat ik denk dat het echt wel een thema is waar... En wat is dat thema dan? Heel veel onderzoek naar gedaan moet worden nog. Ja. En mijn thema, specifiek waar ik voor sta als hoogleraar, dat is dementie op jonge leeftijd. Ik denk dat niemand dat wist. Nee, en het is wel grappig, want soms vragen mensen, als je zegt, ik ben dan hoogleraar dementie op jonge leeftijd, zeggen mensen, oh, je bedoelt mensen die 20 zijn of 30. Ja. En dat is het dus ook weer niet. Nee. Het gaat eigenlijk om de groep mensen die ouder zijn dan 30, vaak ook wel ouder dan 40, maar jonger dan 65 als ze de dementie krijgen. Ja. Nu zou jij me vragen, waarom is die dementie op jonge leeftijd dan een speciale groep? Nou, dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. In de eerste plaats, ze zijn op psychosociaal gebied een speciale groep. Omdat het natuurlijk vaak nog mensen zijn die werken. Hè? Want als je jonger bent dan 65, dan heb je in principe een baan. En ook nog een heleboel andere dingen doe je in het leven. Dus je bent niet een oudere. De groep ouderen, daar behoor jij niet bij. En in de tweede plaats is het ook heel belangrijk, omdat we zien dat het dementiesyndroom bij die mensen, hè, dus het niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, door een aantal andere ziektes ook wordt veroorzaakt. Die komen dan veel vaker voor. En dan zie je ook hele andere verschijnselen. Zoals bijvoorbeeld? Met dementie op jonge leeftijd wordt ongeveer de helft, heel arbitrair hoor, want we hebben het ook nog niet allemaal ontzettend goed onderzocht, veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Laten we zeggen 50-60% is weer die bekende ziekte van Alzheimer, waar ik het al over had. Maar een belangrijk andere ziekte, 40-50%, is de frontotemporale dementie. Daar is heel weinig aandacht voor, want als het gaat om dementie, ik denk dat beeldvorming ook heel belangrijk is hier. En daarom ben ik ook blij dat ik dit interview mag geven, kan ik er een beetje aan bijdragen. Ja. Dementie, 9 van de 10 leken heeft dan het idee, gewoon een bejaarde, oudere man of vrouw die al in een verzorgingshuis woont en die een beetje verward vraagt welke dag is het ook alweer, of die de kleren verkeerd om aan. Maar dat lijkt me ook een probleem bij jonge mensen. Ja. Voordat herkend gaat worden dat ze daarmee te maken hebben, zal eerst de huisarts zeggen, denk ik, doen we het rustiger aan. Ja, dus sowieso al het feit dat je jong bent, zelfs al krijg je de klassieke symptomen, het feit dat je jong bent, huisarts denkt er niet aan. Partner denkt er niet aan. Maar is een huisarts daarin te verwijten? Ik denk het niet. Nee hoor, nee. Nee, dus het is logisch dat je op jonge leeftijd er niet aan denkt en dat heeft te maken met de beeldvorming dat dementie iets is van de oudere leeftijd. Ja. Maar ook met dat de frequentie van voorkomen van dementie op jonge leeftijd is niet opzienbarend hoog. We denken dat het tussen de 15.000 en 20.000 mensen zijn in Nederland die daaraan lijden.
En dat staat... Nou, ik vind het een groot Dat is best een groot aantal. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal mensen dat een burn-out heeft, dat is groter. Dus logischerwijs... Ja, maar je weet één ding zeker, dat die burn-out opgelost kan worden. Ja. En je weet één ding zeker, dat Alzheimer, dat je later problemen mee gaat krijgen. Ja, dus logischerwijs denkt die huisarts aan... het gaat allemaal niet zo lekker, ik ben een beetje vreetachtig, kan me niet goed concentreren. Ja. Zal wel een burn-out zijn, ga hem even lekker uitrusten. Ja. Dus uiteindelijk komen die mensen ook wel weer terug, krijgen ze wel een diagnose. Ja. Maar er zit een jaar of vier zit daartussen. Maar wat adviseren jullie de huisartsen dan, daarin? Nou, wij proberen bekendheid aan die ziektes te geven aan huisartsen. Dus wij zijn continu bezig met roepen in de media, in de brieven naar de huisartsen, in folders. Hallo huisartsen, dementie op jonge leeftijd bestaat ook. Hou daar rekening mee. Ja. Nou is het natuurlijk de kunst dat die huisartsen niet elke vergeetachtige 40-jarige naar ons gaat sturen. Want dat zijn er nogal wat. Ja. En dat kan ook gewoon overbelasting, burn-out zijn. Maar hoe herkent Maar de huisarts moet die herkennen, wanneer moet ik nou echt ongerust zijn? Ja, maar hoe doet hij dat dan? Nou, daar zijn een aantal handvaten proberen wij daarvoor te maken. Ja. Bij die frontotemporale dementie, heel interessant en heel belangrijk. Weet je wat daar gebeurt? Nee. Daar verandert iemand volledig van persoon. Ja. Dus iemand die heel vriendelijk is, zoals jij, en gewoon waar je gewoon een goed gesprek mee kan voeren, die wordt ineens een beetje teruggetrokken, niet meer zo geïnteresseerd, ook niet in zijn eigen kinderen. Gaat maar een beetje de hele dag televisie zitten kijken. Toont weinig empathie, emoties. Ja. Of, tegenovergestelde, wordt bijvoorbeeld heel erg ontremd. Ja. Krijgt ineens een relatie met iemand anders, gaat een caravan op eigen initiatief kopen, zegt tegen mensen op straat, wat heb jij voor een jurk aan, ziet er niet uit, komt daardoor in contact met de politie en wordt ontslagen van zijn werk. Dan kan je ook denken dat diegene is manisch geworden. Ja. Maar echt gedragsveranderingen. Heel ernstig. Die eigenlijk niet verklaarbaar zijn. Nee, de persoon in kwestie wordt een 180 graden anders persoon en... Ja. De partner zal zeggen, nou, dit is niet degene waar ik vroeger mee getrouwd ben. Dit is gewoon iemand anders geworden. Ja. Nou, omdat die persoon jong is en omdat wij allemaal denken, dementie, dat is vergeetachtigheid, wordt dit beeld van die gedragsverandering niet onder het labeltje dementie gezet. Nee. Dus de partner denkt er niet aan, die denkt het ligt aan de relatie. Ja. De huisarts denkt er niet aan, die denkt... Nou, het is natuurlijk onmogelijk, hè? Ja. Ja. Want als je iedereen dan maar zegt, ja, ga maar naar de huisarts toe, want het is... Ja. Ja. Nee, dus wat heel belangrijk is, een van de dingen waar we echt voor staan, waar we echt voor moeten gaan vechten, is dat die beeldvorming, dat die niet, natuurlijk gaan we niet zeggen, dementie op oude leeftijd, daar zetten we een kruis doorheen, hè, want die bestaat natuurlijk. Ja. Maar daarnaast, naast de dementie op oude leeftijd, is dementie op jonge leeftijd. En het zijn eigenlijk twee boodschappen. Dementie op jonge leeftijd bestaat ook. Het kan wel degelijk dat je op je 50ste dement wordt, denk eraan. En dementie op jonge leeftijd is anders. Het is niet de klassieke dementie. Nee. Die zit er ook bij. Ja, maar met name het gedragsverandering. Het is een veel breder palet aan kleuren wat je kan zien als je kijkt naar de symptomen. En dus moet je eigenlijk als iemand met iets komt wat jij niet begrijpt, hè, als huisarts. Bijvoorbeeld, iemand functioneert gewoon niet meer. Door wat dan ook. Doordat hij van karakter is veranderd. Doordat hij teruggetrokken is geraakt. Doordat hij niet goed meer kan zien, bijvoorbeeld. Dat is ook een symptoom wat we nog alles tegenkomen. Dan moet je denken, hey, is hier iets met de hersenen aan de hand? En zou dit een beginnende dementie kunnen zijn? En dan moet die patiënt naar de neuroloog worden verwezen. En nogmaals, uiteindelijk komen al die mensen met dementie op jonge leeftijd wel bij ons terecht. Ja. Maar vaak te laat. En waarom te laat? Ze zijn bijvoorbeeld al ontslagen. Of ze zijn al gescheiden. Ja, laat ik zeggen, het leven is al geleden. Ja, en als je die diagnose dus eerder kan stellen, dan kan je een verklaring geven aan de mensen die in onzekerheid zitten. Ja. Dit is er aan de hand. Dat is natuurlijk helemaal geen leuk nieuws. Die mensen zitten helemaal niet op die boodschap te wachten. Nee, dus wel wat meer rust, denk ik. Maar ze hebben wel duidelijkheid. Ja, dus rust bij de thuis, in het thuisfront. Je ruilt onzekerheid om voor duidelijkheid. De boodschap is nooit leuk, nooit fijn. Nee. En wij merken vaak dus dat als wij de diagnose hier geven, dan zit je soms als dokter echt een beetje in je maag. Dan denk je, moet ik dit nieuws gaan vertellen? Hoe zal ik het brengen? En dan weet je, ik moet slecht bericht gaan geven. Heel vaak valt het gesprek voor de dokter dan mee, omdat de patiënt of de partner van de patiënt zegt, u vertelt mij iets wat ik eigenlijk al lang wist. Ja. En ik ben blij dat u het bevestigt. Ja. En dat is dus heel dubbel.
Hè, want je geeft geen goed nieuws, maar het valt wel op zijn plaats. Ja. Ja. Om hoeveel mensen gaat het hier die hier komen bij u? Nou, wij zien 600 nieuwe patiënten per jaar. En die komen uit het hele land. De VU is het enige centrum? Nou, er zijn in Nederland meerdere Alzheimercentra. Die zitten allemaal in de academische ziekenhuizen. Maar wij zijn eigenlijk het Alzheimercentrum dat specifiek het focus op de diagnostiek van mensen op dementie op jonge leeftijd heeft gelegd. En op de vroege diagnostiek daarvan ook met hulpmiddelen die wij hier hebben. Ja. Om die diagnose te stellen. En wat voor hulpmiddelen zijn dat dan? Nou, dus dat is die speciale PET-scan, hè, waarmee je dat amyloïde-eiwit kan opsporen, die ruggenprik. Dat kunnen andere academische ziekenhuizen niet? Ja, die kunnen dat ook. Maar iedereen heeft zijn eigen focus. Ja. En dat is denk ik ook wel goed, want zo kunnen we ook ieder specialiseren. Ja. En er zijn ook binnen de Alzheimercentra in Nederland centra die zich juist op de wat meer de oudere mens richten in hun onderzoek en ook in hun patiëntenzorg. Ja. De ontwikkeling, de genezing daarvan, moeten we daar nog lang op wachten, denkt u? Ik denk dat, dat het heel spannend is, de tijd waar we nu in leven. In Amerika is er een medicijn goedgekeurd voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Waarbij we ook waar in die groep van patiënten die onderzocht is, aangetoond is dat het amyloïde-eiwit opgeruimd wordt in de hersenen. Waarbij nog ter discussie staat of het effect ook echt merkbaar is aan de patiënt. En even voor een leek. Ja. De mensen krijgen het medicijn en dan? Zoals een paracetamol? Nee, het kan in verschillende vormen worden toegediend. Hè. In dit geval gaat het echt om een infuus. Ja. Hè, maar er zijn ook ontwikkelingen, medicijnen die in aantocht zijn, die op dit moment onderzocht worden, dat het bijvoorbeeld onder de huid gegeven kan worden met een prikje. Ja. Het is nog niet zo dat we echt al een tabletvorm hebben. Nee. Maar je moet je voorstellen dat het natuurlijk wel echt revolutionair is dat er medicijnen in de maak zijn die het amyloïde-eiwit kunnen opruimen. Waarbij we toch... Maar is de schade dan al aangebracht? Ja, nogmaals, dus hoe verder je met die dementie bent, hoe meer schade er al is aangebracht. Ja. Dus je moet dit niet gaan geven aan mensen die al een vergevorderde dementie hebben. Daar is het niet zo zinvol meer. Nee. En wat zijn de resultaten daarvan dan? Dus, als iemand het medicijn krijgt? Ja, dus er zijn onderzoeken gedaan, hè, waarbij er eigenlijk is gevonden dat... Er zijn eigenlijk twee onderzoeken gedaan waarbij in de ene groep het niet heel duidelijk was dat er een effect voor de patiënt was, maar in een andere groep wel. Dus de conclusie van wat is nou echt het meetbare effect op de patiënt, dat is nog steeds gaande. En er wordt op dit moment ook veel onderzoek gedaan met broertjes en zusjes van dat nieuwe Alzheimer medicijn, die allemaal hetzelfde werkingsmechanisme hebben. Maar er is in ieder geval aangetoond dat deze middelen... dat amyloïde-eiwit, dat schadelijke amyloïde-eiwit, weer kunnen oplossen of laten verdwijnen. Ja. Dus er is wel de eerste aanzet dat er medicijnen aankomen die iets op het ziekteproces van de ziekte van Alzheimer kunnen doen. Want de medicijnen die wij nu op dit moment hebben voor Alzheimer, zijn geen middelen die de ziekte vertragen, maar het zijn middelen die de symptomen kunnen verlichten. Ja. Waarom zegt mijn gevoel nu dat het nooit zo lang meer gaat duren? Want als één keer dat onderzoek is gedaan en ze kunnen het opruimen, dan kan me ook voorstellen dat het steeds verfijnder gaat. Ja. Het zal ongetwijfeld nog jaren duren. Ja. Nou, er wordt heel erg groot ingezet op het opruimen van het amyloïde-eiwit. Ja. Het is belangrijk dat er ondertussen ook nog onderzoek aan het plaatsvinden is wat zich specialiseert op bijvoorbeeld het opruimen van die tangles, hè, dat tau-eiwit wat daarin zit. Zodat je eigenlijk op meerdere fronten die Alzheimer kan aanpakken. Ja. En er is nu bijvoorbeeld een heel belangrijk onderzoek gaande. Die heet de Dian-studie. Waarin mensen meedoen die een drager zijn van een gen. Wat uiteindelijk tot Alzheimer leidt. Maar die het nog niet hebben. En waar wordt het onderzoek gedaan? Onder andere in Nederland, maar het is een groot internationaal onderzoek. Ja. En dat is natuurlijk heel cruciaal. Want hier heb je te maken met mensen... Ja. Die bereid zijn om een therapie te ondergaan voordat ze ziek worden. Ja. En dan pas kan je eigenlijk kijken, omdat we weten hoe normaal gesproken die erfelijke Alzheimer zich gedraagt en op welke leeftijd je ongeveer ziek wordt.
En je kan dat ook meten met scans en met het amyloïde-eiwit, zoals ik al zei. Maar hoe komen die mensen dan? Ik vraag me even af. En deze mensen zijn dus bereid om een preventieve therapie te ondergaan. Ja, maar ze weten niet dat ze het nog hebben. Nee, ze weten wel dat ze dat gen bij zich dragen. Of dat ze drager zijn. Ja. Ja, ja. Ja. Maar of dat ze, sommigen zullen misschien niet eens weten dat ze dat gen dragen, maar ze weten in ieder geval dat ze dat verhoogde erfelijke risico hebben. Ja. Ja, dus het is een hele speciale groep met een verhoogd erfelijk risico, waarbij eigenlijk kan onderzocht worden in de mensen die het, doordat ze die genetische mutatie hebben, zullen gaan krijgen ooit. Kan je nu dus gaan kijken van wij geven die middelen die eiwitten opruimen en dan gaan we kijken of die mensen ook die ziekte niet krijgen. Ja. En dat wordt met name gedaan bij jonge mensen, denk ik. Dat zijn dan vooral jonge mensen. Ja. Hoe is dat toch zo? Ja. Ja. Wordt het ook hier gedaan? Ja. Ja, niet in ons Alzheimercentrum zelf, maar in onze samenwerkingspartner, het Brain Research Centrum. Ja. Dus dat zijn... Hoe ziet het over 20 jaar eruit, dementie? Ja, ik denk in de eerste plaats dat die term dementie de wereld uit moet. Want, en het is eruit, denk ik, dat alleen een ouderdomsziekte is. Nou kijk, dus dat moet eruit. Ik denk eigenlijk dat je meer moet gaan praten over ziektes. Ja. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met kanker. Hè, kanker is natuurlijk een hele bekende ziekte. Daar kan je tegenwoordig ook al met allerlei instrumenten op screenen. Hè. Je kan screenen op borstkanker, je kan screenen op prostaatkanker, ja. Op colonkanker. Ja. En dat begint ergens met een paar cellen. Dat gaat groeien lokaal en dan zaait het uit. En dan op een gegeven moment heb je stadium 4 uitgezaaid kanker. Dementie kan je... Dat noemen wij geen stadium 4, maar dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met uitgezaaid kanker. Aan het einde. Ja, je zit eigenlijk op een niveau dat je er niet meer zoveel aan kan doen. Nee. Ja, dus ik denk dat wij over 20 jaar heel veel middelen zullen hebben waarmee we al heel vroeg, misschien zelfs al wel voordat de eerste klachten er zijn, kunnen vaststellen, als we nu niks doen, dan krijg jij over 10 of 20 jaar de ziekte van Alzheimer in de zin van dat je die dementie krijgt. Ja. Maar wij kunnen met onze meetmethode meten dat je eigenlijk nu die ziekte al bij je draagt, zonder symptomen. En wellicht, hopelijk, kunnen wij er op dat niveau, in die fase, al wat aan doen. Een beetje vergelijkbaar als diabetes, denk ik. Of is dat een beetje... Kijk, diabetes heb je als je dat op jonge leeftijd krijgt, dan hoef je er ook nog geen last van te hebben. Ja, maar ik denk dat het dus die vergelijking met kanker is. Ja. Hè? Dus dat als je... Ja. Dan kan je meteen al wat... aan gaan doen als je weet op dat plekje in de darm is het begonnen en we halen dat meteen weg. Ja. He, dan hoef je ook niet meer op uitgezaaid kanker te gaan zitten wachten. Nee. En dat zouden we het liefst met dementie ook willen hebben. Ja. Nou is het natuurlijk lastig omdat we natuurlijk weten dat, zoals het er op dit moment voor staat in de wereld, zal dit misschien over 20 jaar nog niet overal in de hele wereld toegepast worden. He. Dus we hebben het dan misschien juist wel weer over de rijke en ontwikkelde landen die dit dan kunnen doen. Die geprivilegeerd zijn om dit te kunnen doen. En we hebben het ook over, daar moeten we natuurlijk ook over nadenken, over iets wat dan op een hele grote schaal zou moeten gebeuren. Ja. Want dementie komt bij 1 op de 4 ouderen voor. Ja. Dus het is een hele grote volksziekte. Maar ik denk wel dat wetenschappelijke ontwikkelingen niet een lineair gebeuren zijn. Als je kijkt vanaf de middeleeuwen naar de moderne tijd, dan kan je zeggen, ja, dat is gewoon een geleidelijk stijgende lijn. Hè. Dus dan heb je de boekdrukkunst en de stoommachine, et cetera. Maar kijk je nou even naar de afgelopen 20 jaar, dan kunnen wij nu exponentieel veel dingen meer dan als je gaat kijken naar die 20 jaar daarvoor. Ja. Dus we kunnen genetisch manipuleren, we kunnen... Binnen in cellen hun elektrische activiteit meten. Ja. We kunnen zo ontzettend veel. Dat versnelt. Dat versnelt zich. Ja. Dus heel eerlijk gezegd vind ik die vraag van wat kunnen we over 20 jaar. Dat is zo'n... je bent daar zo blind voor. Want niemand kan zich denk ik echt voorstellen wat we dan allemaal zullen kunnen. Hoe snel het allemaal gaat. Hoe de wereld verandert. Dat is ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Maar ik denk dat heel moeilijk is omdat wij alleen maar vanuit ons eigen denkperspectief dat kunnen vertalen. Maar we hebben ons voorstellingsvermogen is niet groot genoeg om te bedenken wat er over 20 jaar allemaal kan. Maar ik geloof wel heel erg in die vooruitgang en ik ben heel optimistisch over dat er echt heel veel zou kunnen. Ik kan me voorstellen dat jonge mensen die een beetje vergeetachtig zijn of denken, ik ben toch veranderd. Dat ze nu een beetje denken, dat ze zitten te kijken, dat ze denken, ik ga het me toch eens aan. Ja. Ja. Melden. Ja.
Is dat verstandig om te doen? Voor die mensen heb ik één tip. Ja? Dus dan moet je even bij jezelf nagaan. Is het nou echt je geheugen of is het je concentratie? Het is vaak je concentratie als je de klacht hebt van... Nou, dan heb ik gewoon een hele leuke film gezien... en dan wil ik de volgende dag aan mijn vriendin vertellen waar die film over gaat... en dan kom ik niet meer op de naam van die acteur. En dat is concentratie? Dat is vaak concentratie, dat je er niet meer opkomt. Of dat je bijvoorbeeld naar de zolder loopt... Ja. Ja, want je ging daar iets pakken en dan kom je op de zolder. Ja. En dan zie je daar de was hangen. En dan ga je met de was aan de gang. Ja. En dan loop je weer naar beneden. En dan denk je, oh ja, ik was eigenlijk naar de zolder om die bureaumap te halen. En dat was je dan vergeten. Dus, en dat zijn eigenlijk het type klachten die bij twintigers en dertigers al voorkomen. Ja. Waarschijnlijk ook bij jou, in ieder geval ook bij mij. Ik heb ook heel vaak, als ik een nachtje wat minder goed geslapen heb, dat ik niet op het woord kom of dat ik... ergens heen lopen om iets te pakken en dan raak ik de draad kwijt. En dan denk ik, wat was het ook alweer? Dus dat is concentratie. Ja. Geheugen is echt... je slaat iets op en het zit er niet meer. Je komt er niet meer op. En dat bij herhaling. Bijvoorbeeld een leraar die voor de klas staat. Ja. En die weet, daar zitten al mijn leerlingen op die manier in de klas. En heeft de namen zich eigen gemaakt... En keer op keer op keer moet hij horen dat jongetje daar achter in de klas, die heet zus en zo. En hoe vaak je het ook uitlegt, het beklijft niet meer. Terwijl diegene dat vroeger, omdat het een leraar was, altijd kon. Dus heel belangrijk, maak het onderscheid tussen concentratie. Ja. Dat is eigenlijk meer de ruis of het echte maar geheugen. Maar concentratie, daar kun je ook wat aan doen, denk ik. Niet altijd. Nee? Maar het echte geheugen, dat is dus die opslag op die harde schijf. Als je harde schijf het niet meer doet, is er wat aan de hand. Heeft korte termijn geheugen wat mee te maken? Ja, korte termijn geheugen, dat is dus wat in je harde schijf zit. Ja. En concentratie is wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat iets in je korte termijn geheugen wordt opgeslagen. En nu zeg jij, ja, daar kan je altijd wat aan doen. Dat is ook weer niet zo. Want je kan natuurlijk zeggen, je bent waarschijnlijk een beetje overbelast of je hebt wat minder goed geslapen. Dat soort factoren kan je wat aan doen. Nee, maar je hoort wel eens dat mensen, je moet geheugenspelletjes doen. Dat je daarmee... Ja, sommige mensen hebben gewoon toch zitten gewoon zo in elkaar of hebben zo'n leven... Ja. Dat ze op dit moment toch, ondanks al hun maatregelen, minder goed kunnen concentreren. De algemene tip is natuurlijk, reduceer je activiteitenniveau, want je doet waarschijnlijk te veel tegelijk... Of je hebt te veel zorgen, pieker wat minder, slaap wat beter, doe aan mindfulness. Ja. Maar ik ken genoeg mensen die dit allemaal doen en die dan toch nog concentratieprobleem blijven houden. Dus maar het is belangrijk een onderscheid te maken. Dat is wel belangrijk, want als je een concentratieprobleem hebt, dan kan je daarmee leven. Ja. Want weet je dat het niet erger zal worden. En als je echt een defect hebt in je harde schijf, dan heb je iets in je hersenen. Ja. En dan kan je je wel zorgen maken dat het erger wordt. Ja. Wat doet u mooi werk. Ja, dank je. Ik vind het heel bijzonder. U wilt dit altijd al doen? Ik was wel al vanaf mijn studententijd, dat ik dus echt geneeskunde studeerde, was wel dit stukje wat ik het interessantste vond. Ja, hoe de hersenen werken. Het is ook heel wonderbaarlijk wat er allemaal gebeurt daar. Ja. Het is Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat de meeste mensen... heel reactief zijn. Hè? Dus als ze met iemand praten of als ze kijken hoe iemand zich gedraagt, dan reageren ze daar gewoon direct op. Ja. Terwijl er weinig mensen echt helemaal doordenken van waarom zegt iemand iets op een bepaalde manier, waarom doet iemand iets op een bepaalde manier. Ja. En het is gewoon heel belangrijk om te realiseren, dat zit echt gewoon, je hersenfuncties, die spelen daar zo'n belangrijke rol. Maar als u nu met iemand praat. Dat je moet uitkijken dat je zieke mensen niet gaat veroordelen. Ja, ja, ja. Maar als u met iemand praat. Ja. U kunt nog gewoon met iemand praten? Jawel hoor. Zodat u die hersenen... Je hoeft het niet eng te vinden om met mij te praten hoor. Nee. Maar ik heb soms wel... Ik denk dat ik wel vaker dan iemand die niet in dit beroep zit... toch nadenk over waarom doet iemand nou zo? Hè? Ja. En is het nou gewoon de aard van het beestje? Of is er met iemand wat aan de hand? Ja. Er kan gewoon ook wat met je hersenen aan de hand zijn... waardoor je je anders gedraagt. Dat is belangrijk om te realiseren. En dan moet je niet de persoon... de schuld geven, maar eigenlijk de ziekte. Ja. Bedankt voor uw tijd. Dankjewel voor het interview. Ik vond het leuk. Niet allemaal morgen naar de huisarts lopen, dat moeten we niet gaan doen. Nee, dat moeten we niet doen. Maar wel even nadenken. En dat het niet alleen een ouderdomsziekte is. Precies. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. En als je echt met vragen zit,
durf ermee voor de dag te komen. Ja. En ga er toch even mee praten. En in de website vind je niet dus goed. Ja. Er staat ook heel veel informatie. Ja. Die staat straks in beeld. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat als je echt met serieuze vragen zit, dat je wel bij iemand daarmee terecht kan. Ja. Bij de huisarts of ga eerst bij je vrienden informeren. Hebben jullie iets aan mij gemerkt? Heel veel zorgen is niet nodig. Misschien nog even belangrijk als laatste opmerking, die dementie op jonge leeftijd. Daar zijn het meer mensen die tussen de 50 en de 65 zijn, dan mensen die tussen de 30 en de 50 zijn die het hebben. Ja. En bij mensen die een jaar of 40 zijn, is het echt extreem zeldzaam. Hè? Dus dat moeten we ons wel realiseren. Ja. Je kunt natuurlijk... Als je toch praat over 15.000 mensen. Ja. Ik vind het altijd een hele grote groep. Ja. Het is een groep wat niet herkenbaar is. Ja. Wat zo moeilijk vast te pakken is. Hè? Dat denk ik. Nou, ik hoop dat we hier wat we aan bij hebben gedragen. Ja. Dat het wat meer wordt herkend en erkend. Dat hoop ik ook, ja. Bedankt voor je tijd. Zeker. Ja.